Hey, hard aan het werk, Bert. Hoe is het hier? Nog even een bijtje wegwerken. Dus wat gaan we doen vandaag? Commissies, hè? Voor de voorjaarsnota nog steeds. Wat ga jij doen, Bert? Ik ga een beetje hier zitten, een beetje mailtjes lezen, naar de website kijken. Oh, naar de website kijken. Ja, leuk. Je kunt niet ook heel de dag naar kijken. Ja, dat is wel waar. Ja. We hebben nieuwe foto's gemaakt. En ja, ze mogen er zijn, hè? Kijk maar. Leuk. Ja. Hoi, ik ben in de Janskerk. En we hebben hier net de opening gehad van Kerkbekijk Utrecht. En dat is eigenlijk het grootste museum van Utrecht. Want alle kerken bij elkaar hebben zich verenigd tot één groot museum. En dat is fantastisch. Dus het seizoen is geopend en jullie kunnen allemaal gaan kijken naar de mooie kerken die we hier in Utrecht hebben. Goedemorgen. We zijn er weer. Telefoon naast me. Niet in de hand dit keer op te spreken, zodat jullie kunnen meegaan van het muziekje. 7 minuten in de wacht inmiddels. Er is iets fout gegaan, moeten we rechtzetten. Wat is er fout gegaan dan? Nou, ik weet niet of de kijkers thuis of het echt te zien is, maar er zit iets mis hier bij die foto's. Die zijn verschoven, terwijl we dat zelf eigenlijk helemaal goed aangeleverd hebben. Mochten we daar zoiets hebben van, nou, die jongen op de telefoon, lijkt me leuk om die eens te spreken, moet u eigenlijk op donderdag bellen, heeft u de grootste kans. Echt voor maandag uit te werken. Goedemiddag, ik spreek met Albert Potsier. Oké, bedankt. Doei. Ja, dag. Goedemorgen. Vandaag is de bespreking van de voorjaarsnota. Nu is het eerst de motiemarkt. Dat is eigenlijk hier op het fractieplein. En alle fracties die leggen dan de moties die ze vandaag in gaan dienen bij elkaar. En we gaan even een rondje maken om te kijken wat iedereen in gaat dienen. En waar het mee eens zijn en waar niet. Bijzondere voorjaarsnota, want hierin staat eigenlijk ook het coalitieakkoord. Dus alle moties zijn eigenlijk aanpassingen of toevoegingen op het coalitieakkoord. Raden. Al die mensen in onze groeiende stad, die willen we ook zo goed mogelijk betrekken. Dat is mooi.